Goedemiddag, meneer Molle. Wij zijn hier op het feest van de onnozele kinderen, heb ik begrepen. Zou u mij er iets meer over kunnen vertellen hoe dit begonnen is en wanneer? Dat is 44 jaar geleden begonnen met het afscheid van het huis dat ze hier in Riethoven hadden. Hier in Riethoven bedoelt u? In die tijd was Pietje Molle uitbater van café Het Zonneke in Riethoven. In het huis naast Het Zonneke woonden een zestal kinderen in een dependanshuis van de Donsbergen. Deze kinderen kwamen regelmatig bij Pietje in Het Zonneke. Ook met de vaste cafébezoekers waren de kinderen goede maatjes. Op de dag van onnozele kinderen, op 28 december, bouwden ze samen een feestje. Toen de dependans werd opgeheven, vonden Piet en zijn vrienden het jaarlijks feestje door moest gaan. Dankzij sponsoring is het al die tijd gelukt. En dan hebben we het gilde ingeschakeld en die heb ik gevraagd of die dat mee wouden organiseren. En dat is geweldig goed geslaagd. Dus in feite gaan die eigenlijk een klein beetje u opvolgen, hoopt u eigenlijk? Dat is de bedoeling, dat het niet doodbloeit, maar dat het gilde het voort blijft zetten. Maar zolang als ik kan en blijf, doe ik nog mee. Fantastisch, meneer Molle. Allen van harte welkom voor de 44ste keer in Riethoven. Ik moet als eerste heel het personeel bedanken voor het klaarzetten en het werk wat ze vanavond nog moeten doen. Vooral het personeel van de Sleutel en het Sint-Anna-Gilde. Smakelijk eten. We kunnen het doen. En Pietje Molle ziet dat het goed gaat. En waar woon jij? In Eersel. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, dat is tegenover een oud politiebureau. Ja. En daar tegenover is het Koperwiek. En dan wonen wij niet aan de straatkant, maar achterin. Op het binnenpleintje een beetje. Op het binnenpleintje. Ja. En hoe kom jij hier terecht? Ja, wij komen met een Van Gompelbus. En zijn er veel vrienden van jou die mee zijn gekomen, die ook bij jou daar wonen? Ja, toch wel. Ja? Ja, ja, het is altijd wel heel gezellig hier. Vind je het leuk hier? En wat vind je het leukste? Het leukste, lekker eten. Lekker eten. En wat vond je het allerlekkerste? Het allerlekkerste vond ik een friet en frikandel, kroket. Ik ben met de taxi hier.
Je bent met de taxi gekomen, ook met, met Mirjam erbij? Nee, want mijn vriend heeft aan zijn voet gebroken. Dus daarom zijn we met de taxi. Oh, jouw vriend is ook hier? Ja. En jullie wonen samen in de Dongsbergen? Nee, wij wonen in Bergijk. Mag ik aan jou eens vragen, hoe lang doe jij dit werk al? Dit werk doe ik al over de 30 jaar. En hoe lang kom je al hier, bij de onnozele kinderen? Dat is al zeker 20, 22 jaar zijn. Zo, dat is wel een hele lange periode. En kom je ook hier uit de buurt? Ik woon hier niet over, dus ik ken het hier allemaal. Er was ruim voldoende eten. Ook voor de broeders en zusters van het Sint-Anna-Gilde. Kunnen we hier nu zak steken, hè? Naar huis, maar het volgend jaar komen ze allemaal weer terug.